zijn dit dronebeelden? Nee, ik sta bovenop een fucking gebouw, midden in Antwerpen. Het is het museum aan de stroom. Welkom weer bij een nieuwe België-vlog. We gaan vandaag lekker toeren met bus, tram en metro dwars door België. Enjoy! Trax! Oh, wat een bukken dit. Mijn naam is Julian, we staan hier langs de A50 bij het tankstation bij Os. Ik ben onderweg naar België. Ik wou eerst heel braaf met de trein gaan, maar KOL is besloten om de eerste trein te cancelen. Dus we gaan dat hele stuk met de auto naar Turnhout heen. Er zijn een aantal dingen die ik vandaag wil doen in België. Dat is op zoek naar de duikbril. De Belgische sprintertrein, die zijn heel obscuur, die worden alleen door de weeks ingezet. En ik wil de ringtrambus doen. Dat is een soort hoogwaardige busverbinding in de buurt van Vilvoorde en het vliegveld van Brussel. Dus ja, nog een uurtje rijden naar Turnhout. Let's go! Je zou het hele stuk tussen Tilburg en Turnhout achter een vrachtwagen hebben gezeten en nu nog maar 2 minuten hebben om de trein te halen. De kaartautomaat staat niet op het perron. Net aan de trein kunnen halen. Kijk, in België zijn de mondkapjes afgeschaft. Dus we gaan lekker veel België doen. Met deze trein gaan we naar Vilvoorde. Aangekomen op het station van Vilvoorde. Ik ben nog nooit van mijn godsganse leven in Vilvoorde geweest. Ik vind dat het wel een recent gemoderniseerd station is. En we gaan hier op zoek naar de ringtrambus. Volgens mij was dat die contraptie die er wegreed. Terwijl ik hier met deze de lijnautomaat staat te pielen om mijn kaartjes op te krijgen, komt de ringtrambus de andere kant richting het vliegveld langs. En ik heb geen idee of de kaartjes erop staan, want ik heb het apparaat hier gemold nu. En moet sowieso een half uur wachten. En als het niet anders kan, kunnen we altijd nog met bus 280 naar de verbrande brug. Er is één ding dat scheelt. Om dit of link. Er is koffie op dit station. De 10 rittenkaart die ik op mijn MOBAP heb geladen, die doet het niet. Die geeft een foutmelding. Maar je kunt hier blijkbaar, wist ik niet, voor mij helemaal nieuw. Kijk, met Apple Pay en Google Pay en gewoon met je bankpas. Kun je hier ook betalen. Hartstikke prima. Ik ben benieuwd of ik die 17 euro van de lijn terug kan krijgen. Met deze bus gaan we naar UZ Brussel. Nou Julian, wat is dan de ringtrambus? Nou, de ringtrambus is lijn 820, die gaat van de UZ in Jette naar het vliegveld van Brussel, Zaventem via Vilvoorde. En het zou ooit daadwerkelijk een tram worden, maar toen was het zo van, ja, we hebben geen geld. Dus nu zijn het dubbelgeleden hybride bussen en de lijn vindt het een tram. Nou, het is gewoon eigenlijk gewoon lijn 28 in Utrecht, maar dan op een Belgisch vliegveld. Brussel, hier is verder geen treinstation in de buurt, dus ik moet verder met de Brusselse tram, de ringtrambus. Ja, apart ding eigenlijk. Ik heb een kaartje gekocht met de tramautomaat en toen begon het te stortregenen. Het trammetje ging naar Simonis, geheel op zijn Brussels een half metrostation, half echt metrostation. En hier moet ook een treinstation zijn. Oh, wat een bukken dit. Als het goed is komt hij zo meteen in 1 keer per uur rijden de S-Bahn naar Brussel-Zuid. Aangekomen op Brussel thuis. Hier tijd voor lunch. De lunch bestaat uit een broodje tonijn van de Panos. Kan nooit misgaan. Ik zie je bij de roltrappen. Ben vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen.
Objectief 1, ringtramrust, dat is geslaagd nu. Objectief 2, de duikbril treinstellen voor de RBS. Die rijden dus op de S5 van Brussel, maar niet op de lijnen die het Zuidstation aandoen. Dus we moeten zometeen met de S1 richting Nijvel naar het station genaamd Linkenbeek. Heel raar. Nou, ik weet eventjes niet zo heel goed wat ik met dit station dan weer moet vinden. Juist, ja. Hier takt dus de S9 af met een fancy aftakking richting Boondal. Die moeten we zo meteen pakken. S9 naar Nijvel bestaat uit een D-road, dus ik heb mijn hoop voor de S9 de andere kant op dat er geen duikbril meer op zit. Boondal dus. Dit is echt helemaal verschrikkelijk. Ik ben echt weer in de krochten van Brussel beland hoor. Wederom geen duikbril, weer een D-zero. Ik heb zo flauw vermoeden dat die apparaten niet rijden, want het is natuurlijk ook vakantie. Als je je afvraagt wat dit voor een contraptie is, dan is het station Brussel-Luxemburg een soort half ondergrond station in de Europese wijk van Brussel. Ik blijf hier niet lang, ik heb Brussel wel eigenlijk wel gezien. Ik heb een kaartje naar Antwerpen gekocht. Diepe zucht. Deze was in de city naar Antwerpen. Dit kan echt niet. Dat apparaat is ook propje vol. En over 20 minuten komt de volgende city naar Antwerpen. Hopen dat daar geen deze op zit. Trax! Kijk, dit is een echte Intercity. Beenruimte, dat is daadwerkelijk gigantisch. De stoelen zijn zacht van stof. En er is een stopcontact op de Antwerpen. Tering stopcontact werkt niet. Aangekomen op Antwerpen Centraal. Dit is het mooiste station ter wereld, naar mijn mening. Ik weet het niet mee eens zijn, maar ik vind het wel. Oh ja, maar eerst eventjes de Halle 27. Wat een beest. Maar goed, in Antwerpen wil ik eventjes een paar uurtjes de stad in en daarvoor gaan we met de ondergrondse tram. Nee. Blijkbaar gaan de deuren van de ondergrondse tram in Antwerpen niet automatisch. Maar goed, we zijn op maar... Niks! En nu gaan we een stukje met tram 7. Nou wat een tram. Klap toch. Boah, dikke Bentley. Hier in het Schipperskwartier zit het MAS, het museum aan de stroom. De Schelde, dit is een super hoge toren, dus hier kun je op. Maar eerst gaan we een lekker burgertje eten. Ja, dat doen we dan hier. En oma Julien gaat nu aan het bier. En nu ga ik dit naar binnen schuiven. Nee, dat valt nog mee hoor. Ik ben met iemand samen. Are you vegan yet? Are you vegan yet? What are you waiting for? Are you vegan yet? Are you vegan yet? Open the vegan door. Saving animals begins with you. If your neighbor can be vegan, then so can you. Voor de food review, Ellisburger is dit in Antwerpen in de stad. Ik ben hier toen ik een kind was al eens een keer eerder geweest. Mijn vader woonde hier in Antwerpen, dus ja, hier kwamen we wel eens. Dit is een burger, super goede burger. Ziet er super goed uit, premium dit. Het is geen fastfood, dit is gewoon restaurantkwaliteit. Cupje met mayo met dingen erin en frittekes erbij. En natuurlijk een halve liter pils. Eet smakelijk. Een beetje donder. Nee, donderop. Oh, wat hadden we dus blijkbaar achteraf moeten doen. Nou,
het panoramadak van het museum aan de stroom hier in Antwerpen. Kijk, wat een uitzicht. 20 verdiepingen hoog is dit. Je kunt hier super over de stad heen kijken. Oma Julien, die heeft een beetje hoogtevrees. Dus we gaan weer naar beneden. Laters. Papa, geef me een pak slaag met je bimolen. Antwerpen is echt een prachtige stad. Dat is zeker een eigen video ooit een keer waard. Ook al is het al een mini citytrip Antwerpen toe. Maar dat is eigenlijk een hele welke video. We komen sowieso nog een keer weer voor een video. Deze zomer in Antwerpen. En dan ga ik alles van Antwerpen laten zien. Terug naar de trip. Het werd zoals een stadsbus. Ik denk dat ik het hele stuk naar Turnhout terug ga met de bus. Want je hebt van die brute snelbussen hier in Vlaanderen. Bus 17 die breng je dan naar de Roosevelplaats. Dat is dit hier. Het is een gigantisch streekbusstation in het midden van de stad. We moeten hier op zoek naar buslijn 416. Oh nee, niet zo oud gedrocht van een val. Bus van het jaar 2004. Ik had gehoopt op zo'n hagelnieuwe Cité. Die zit ook op deze lijn. Dat wordt een uur lang afzien naar Turnhout. Zo, so, Turnhout, eindelijk. Dat concludeert deze dag. Jullie gaan lekker terug naar de auto. Weg met al die teringkaartjes voor die laatste 2 jaar dat ik nog gebruik kan maken van Go Limited. In de vakanties heb ik nog weer eventjes een Mobip aangeschaft. Nu nog 2 uur met de auto naar huis rijden. Dit was de video over België. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Graag tot de volgende keer. Later. En addict. En Julien is zo dol op kinderen. Die er zelfs gaat tanken. Kijk, tankstation de kinderen. Ja, het bestaat wellicht. Oh. Kijk, en nog mooie Belgische prijzen ook.